Adoriu betekent letterlijk weg van de harmonie, weg van de vrede. Dat is eigenlijk de benaming, de volledige betekenis. Die staan, die draaien naar de regel. 1, 2 en stop. De doelgroep is vanaf 6 jaar tot, nou je ziet dat hier een man achter, die loopt ook lekker tegen de 50. Er was iemand die bij mij in de buurt woonde. Die zei dus dat hij ook op karate zat en toen wou ik daar ook op. En toen is hij na een tijdje gestopt en toen ben ik nog doorgegaan. Omdat mijn broer erop zat en ik zat te kijken en ik vond het wel leuk. Ik vond het wel leuk. En mijn broer zat er ook op en mijn zus ook. Nou, ze beginnen met een witte band als ze binnenkomen. Dat is eigenlijk, nou ja, daar hoeven ze geen examen voor doen. Die krijgen ze zo. En dan krijg je geel, oranje, groen, blauw, bruin, zwart. Het sparren vind ik wel leuk. Gewoon een beetje relax op elkaar inslaan, zeg maar. Schop. Knokken. Ja. Gaan hier straks met rekoefeningen gaan bezig, kata's. En je hebt kata, dat is eigenlijk een vaste vechtvorm. Ja, dat is ook voor examens. Laat ik het zo zeggen, die dingen die staan gewoon vast. Die staan al honderden jaren vast. Die bewegingen. En die moet je gewoon kennen voor examens. Schoppen en stoten. En blokkeringen. Schoppen. Nou ja, je hebt er wel heel veel aan voor de examens. Dus het is heel erg gericht op de examens. Laatst was er een andere leraar en die had vooral voor dingen als op straat, als iemand je dan aanvalt. 1, 2 en 3. Deze doen we zo. Officieel zou het zo zijn, maar het is veel te hard. Als je die krijgt, je krijgt een bal op de lip, dan moet je 3 weken echt serieus. Daar raak je een knipje van de pijn. Omdat de plekje zo heel pijn is. Dus bij veiligheidsoverwegingen doen we het zo. Om die kinderen een beetje bij te brengen, een beetje zelfverzekerdheid bij te brengen. Dat is eigenlijk heel belangrijk. Ja, respect voor een ander, respect voor een ander zijn lichaam. Je kunt graag op verschillende manieren doen. Je kunt keihard stoten, keihard raken. Maar bij ons is het zorgen dat je een stoot ontwijkt en terugslaat. Maar zonder iemand echt te blesseren. Daar gaat het om. Je moet nooit geen sorry hoeven zeggen. Zo hard mag het niet gaan. Kijk maar, het is goed maken. Er gebeurt nog wel eens een keer wat dat ze elkaar toch echt een tik geven. En dan ga je er naartoe en zeg, jongens, wat is er aan de hand? Het hoeft niet zo. Denk erom, hij doet hem pijn en hij doet het straks weer terug en hebben jullie ruzie. Dus een beetje respect voor elkaar. Elkaar niet echt slaan en nergens voor nodig. Ja, ik weet, ik heb er niet echt een doel voor, zeg maar. Dus ik wil wel de zwarte band halen als dat lukt. Ik wil de zwarte band halen. Dus zwarte band. Ja, je kunt zelfs wereldkampioen worden. Maar er worden bij ons nog niet zo heel veel wedstrijden gedaan. Af en toe een keer clubkampioenschappen. Het is gewoon een leuke activiteit. En soms vaak als je het ziet, dan lijkt het heel makkelijk. En als je bezig gaat, dan is het toch moeilijker dan je denkt. Maar blijf je ermee doorgaan, dan krijg je heel goede lichaamscontrole. Daar gaat het eigenlijk om. De hele activiteit, het lesgeven, het trainen nog. Proberen zo lang mogelijk door te gaan. Ik ben nu 57, dus ik hoop dat ik over 10 of 12 jaar dat ik het nog kan. Dus dat is eigenlijk mijn doelstelling. Laatste keer. Piet! Ja! Ja! Wat is? Joi! Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now. The Funk Soul Brother. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now. Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, right about now. Budo Senshi. Budo is een verzamelnaam van vechtsporten, van Japanse vechtsporten. En Senshi betekent krijgen. Voor de jeugd hebben we een eerste groep, dus bijvoorbeeld van 4, 5 zeg maar, tot en met 9 jaar. Tweede groep van 9 tot en met 12. En dan van 12 tot en met 16. En dan komen de seniorengroepen. Ik vond het eerst eigenlijk helemaal geen leuke sport, maar mijn vader die wou graag dat ik
meer voor mezelf op kwam komen. En toen wou ik een keer meedoen. Toen vond ik het eigenlijk wel leuk. Ja, dan leer ik gewoon wat een beetje verdedigen. Omdat mijn buurjongen er ook op zat. Yes. Bij elke nieuwe band krijg je steeds weer als tussenliggende stappen een slip. De volgorde is geel, oranje, groen, blauw, bruin. En dan moet je officieel examen afleggen voor een zwarte band. Bij de jeugd is het vooral dat we in spelvorm een soort van stoeien, maar dan met regels. Want dat is judo min of meer ook. Daarbij proberen we wel wat technieken aan te leren. En ook goede technieken, om de basis te leggen van judo. Allemaal worpen. Heel veel worpen. En judo ook. Ja. Allemaal technieken en jij doet ook veel wedstrijdjes bij judo. Ja, heel af en toe leren we grondtechnieken. Ja, kom maar, allebei, hè. Dat je met elkaar omgaat, dat je elkaar leert respecteren, ook zoals je bent. Laat me even los, kom. Respect voor elkaar, maar ook voor de trainer, voor oudere personen, dus ook dat ze dat respecteren. Nou, er zijn een aantal rituelen binnen judo. Een daarvan is dat we veel groeten voor elkaar. Nou, dat groeten voor elkaar staat dat je elkaar als waardig tegenstander ziet. Dat je tijdens de wedstrijd, daar gaat het natuurlijk wel fel op. En dan gaan we echt voor de winst en voor de mooie worpen. Maar na het groeten, dan is de wedstrijd weer afgelopen. Dan bedank je elkaar. En dan ben je weer de grootste vrienden, zeg maar. Je zou hoger op kunnen gaan met de banden. En wat de wedstrijdsport betreft, kun je actief deelnemen. Zeker in deze regio, maar ook gewoon in Nederland. Nederland is een van de grootste judolanden in de wereld. En daar valt een hoop te bereiken. Nou, dat ik gewoon heel goed word. Ja, ik wil wel een zwarte band. Maar voor mij maakt het niet echt uit. Ja, net zo goed als Dennis de Geest worden. Ja, maar twee! Mensen kiezen voor judo omdat het goed is voor je lichaam. En tevens is het goed dus dat je fysiek met elkaar omgaat. En als je wat ouder wordt, dan komt er wat meer kracht en conditie bij kijken. En dat zit allemaal verwerkt in de judo-sport. Nou, tevens hebben wij een aantal leuke activiteiten. Dus als vereniging zijn we behoorlijk actief. En denken we aan alle doelgroepen binnen onze vereniging. Dat je allemaal worpen leert en zo. Gewoon dat je beter leert verdedigen. Wedstrijdjes. Nou, het leukste aan judo vind ik zelf de wedstrijden. Kijk, in de training ben je heel veel bezig met conditie, met kracht en techniek. En dat alles samen, dat valt heel mooi te combineren in een wedstrijd. Waarbij je andere tegenstanders van andere clubs ontmoet. En daaruit proberen natuurlijk de winnaar te worden. Ja, Matthijs!